Ons land heeft de COVID-19-situatie nauwelijks onder controle. Dagelijks worden meer dan 100 besmettingen geregistreerd. De IC-units van de ziekenhuizen zijn vol en het vaccineren verloopt niet vlot genoeg. Begrijpelijk dat de maatregelen steeds worden verscherpt. Maar kan onze economie dit aan? Een van de sectoren die het nauwelijks meer redt is de horeca. Hierover praten we vanavond in Onder de Loep. En van harte goedenavond en welkom erbij. Het programma Onder de Loep is het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering praten we over de ontwikkelingen rond de COVID-19-pandemie. Vanavond helaas geen columnist, maar na de break stel ik mijn gast aan u voor. Aan mijn tafel vandaag Robin Roemer, ondervoorzitter van de vereniging Horeca Suriname. En de bedoeling was dat Dr. Anders Ory, waarnemend directeur van het BOG, zou aanzitten. Hij moet vandaag gaan nog voor zijn tweede vaccin. Dus hopelijk zien we hem nog in het programma. Maar alvast welkom. En zoals ik al aangaf in mijn aankondiging, ja... Een van de sectoren die het zwaar te verduren heeft, is de horeca. Absoluut. We staan op leven na dood, om het maar zo te zeggen. Het einde van ons Latijn is in zicht. En grappig, want de mensen die het de vorige keer hebben gehoord, hebben op een gegeven moment de opmerking gemaakt, zei, is echt het einde van je Latijn in zicht? Ik zeg nou, als het zo doorgaat, zal de sector, een groot gedeelte van de sector, het einde van het jaar niet meer redden. De cijfers zijn daar en we redden het niet meer. Maar ja, het is toch mogelijk dat jullie delivery doen? Kunnen jullie daarmee niet redden? Delivery is in principe, dus ik heb het eigenlijk al geprojecteerd om het even cijfermatig nog even aan te geven. We zitten, als je kijkt vanaf de start van COVID, 16 maart 2020, tot aan nu, maar zeg pakweg een maand geleden, zaten we op gemiddeld binnen de totale sector 10-30% van onze oude omzet. Daar praten we over. Ja, dat is een gemiddelde waarbij we ook nog eens tijden hebben gehad waar onze terrassen weer zijn opengesteld. Als je dat bekijkt, en wij noemen het eigenlijk secondary business, want het is eigenlijk niet primair, terrassen is primair. Een gast die je bezoek aflegt, een gast die geniet van je service en van je producten daar. Dus je praat in principe op dit moment over zeg maar gemiddeld 20% van je oude omzet, waarbij je cost of goods en je overige kosten, nogmaals je personeelskosten, je overal water, gas, licht, noem maar op, gewoon doorgaan. En daar redden we het niet mee. De projectie is gemaakt dat we eigenlijk nu al maanden in de rode zeven zitten. Maar lukt het nog met het personeel nog aan het werk houden? Met name het bedieningspersoneel? Nou, dus daar, dat is eigenlijk een van de zaken die het ons meest tegen de borst stuit. Je hebt geprobeerd in het begin, laat me het zo zeggen, als de organisatie waaraan ik verbonden ben, heeft in het begin, we hebben altijd veel parttimers gehad. De parttimers hadden geen vast contract, het was altijd een beetje op oproepbasis, dus je hebt je de eerste, als eerste eigenlijk, om het maar grof te zeggen, bedankt. Ja. Of eigenlijk wanneer er werk was, kunnen oproepen. Maar je zit pak en beet altijd met een groep van vaste medewerkers en dat is een gemiddelde van 20 binnen de meeste bedrijven. Ja. Die hebben we nog in het begin zo lang als mogelijk proberen door te betalen, maar het is duidelijk, als je gegeven moment op 20% van je oude omzet zit, kan je die 20% aan vaste lasten niet meer dragen. Het gevolg is dat je zeer ontevreden mensen hebt, dat je heel veel goede krachten hebt verloren, dat je een leegloop krijgt binnen de sector en uiteindelijk is grote ontevredenheid. En dan komen we terug op het gegeven en het punt dat we zeggen, waarom hebben deze mensen niet gelijke kansen? En daarom heb ik het ook eerder aangegeven, gelijkheidsbeginsel.
Waarom hebben ze niet even veel kansen of gelijkheid ten opzichte van andere sectoren die wel zijn opengesteld? Ja. En dat is ons grootste probleem. COVID is er, COVID zal er nog even blijven. Ik verwacht dat wij, zeker in Suriname, gezien het aantal vaccins dat op dit moment beschikbaar zijn, dat we zeker nog naar een vierde golf gaan. Okay. En die vierde golf overleven we niet, als u het aan mij vraagt. Maar ja, er wordt gevreesd dat wanneer de sector open is, die restaurants open zijn, dat met name er geen rekening wordt gehouden met de distance en dat het vaak crowded is. Dat er ook besmettingsgevaar is. Er zijn een aantal dingen daarover te zeggen, maar concreet, 1. Het is niet bewezen dat er binnen onze sector, en laat me direct heel duidelijk zijn, op de terrassen besmettingen zijn geweest, 1. Vast en zeker, en dat is ook, er zijn enkele cases geweest binnen keukens en gesloten ruimtes binnen bepaalde bedrijven binnen de sector. Dus dat is niet aantoonbaar. Er zijn protocollen in het leven geroepen. Als die protocollen niet afdoende zijn, dan hebben wij ook al keer op keer gevraagd, laten we ze samen aanscherpen. We begrijpen het dat er een stukje bewegingsvrijheid is, wanneer men zich in de sector beweegt. We weten ook dat wanneer mensen binnen onze sector komen, hun mond- en neusbedekking afdoen. En dat wanneer men, zeker wanneer men alcohol genuttigd heeft, dat men wat vrijer wordt. Maar eerlijk waar, laten we kijken hoe het verder in Suriname gaat op dit moment. We hebben zoveel beelden van plekken waar men zich gewoon vrijelijk beweegt. En waar men zich ook aan geen enkel afstand houdt en mond- en neusbedekking op heeft. Dus we zeggen, laten we wat met 1 maat meten. We hebben protocollen, indien nodig, aanscherpen. Ja, ja, ja. Want als ik kijk, de winkels mogen normaal open en de horeca niet. Sowieso, dus dat is het gelijkheidsbeginsel. Waarom mogen de winkelzaken wel? Waarom mag de detailhandel wel? En waarom moet je die sector van ons continu maar dicht? In het begin begrijpelijk. We begrepen het. Maar op een gegeven moment zijn er protocollen opgesteld. En op basis daarvan moeten we open kunnen. Oké. Okay. We pakken even een korte break en dan zijn we terug met het programma. En ja, welkom terug. We hebben het vaak ook hier aan tafel gehad, ook met de regering, mensen van de regering, de minister en andere belanghebbenden, dat eigenlijk de situatie genormaliseerd zou kunnen worden als een bepaald percentage van de bevolking is gevaccineerd. En dat zou zeker van belang zijn voor heropening van de sector. Dus wat hebben we gedaan? We hebben inderdaad vorige week een persconferentie belegd, waarbij we onze ontevredenheid hebben uitgesproken. Maar we zijn realisten en we willen zeker onze bijdrage leveren. En daarom hebben we vorige week aangegeven dat we ook bereid zijn, 1, om het totale horecapersoneel te vaccineren, indien mogelijk. Maar nog verder, dat we onze gasten, onze vaste bezoekers ook kunnen stimuleren en daarbij een bijdrage gaan leveren aan het vaccineren van het land Suriname. Want wij zijn heel erg overtuigd dat de enige oplossing zal zijn als we een bepaald percentage hebben gehaald. Gisteravond hebben we nog een Zoom-meeting gehad, ook met de minister. En we hebben het gevraagd, wanneer zijn wij aan de beurt? Hij heeft gezegd, we moeten nog even wachten, want ze hebben op dit moment niet zoveel vaccins beschikbaar. En wat ze hadden is al bijna volledig uitgegeven en besteed aan de huidige groep. Dus we wachten daar eigenlijk op, want dat is de oplossing. Dus terwijl we aan de ene kant zeggen, we gaan dood, we deden in een film om het maar zo te zeggen, bieden we aan de andere kant wel oplossingen aan en denken we continu mee. Maar, nogmaals, de belangrijkste boodschap is, er moet een verandering optreden. Ja. De sector overleeft het niet meer. Maar als we kijken, ik ben vooral afhankelijk van de bevolking die zich eigenlijk zal moeten vaccineren. Maar als we kijken, vooral de antivaxxers, de mensen die het nut ervan niet inzien en ook vele berichten verspreiden op social media. En natuurlijk als de informatie niet komt vanuit de andere kant en die personen de gelegenheid krijgen om maar
hun informatie te geven, zullen mensen altijd bang blijven. Sowieso. Verwachtbaar, en ik heb ook de berichtgeving vanuit de overheid gevolgd, verwachtbaar gaat er een groep blijven die zich niet gaat laten vaccineren. Je kan het ze niet opdragen, er is geen wet. Maar op een gegeven moment denk ik wel dat je mensen gaat moeten stimuleren. Kijk je naar andere landen, kijk je naar Amerika bijvoorbeeld, krijg je een biertje als je gaat stimuleren. Ik geloof altijd in niet mensen bestraffen, maar mensen eigenlijk rewarden, belonen voor bepaalde zaken. En we moeten het samen doen. Dus wij willen ook en zijn ook bereid om die campagne te draaien. Om samen mee te gaan en met die overheid het werk te doen. Maar als je ons daar aan boord wil hebben, moeten we ook wel continu in overleg blijven. Ja. Maar hoe concreet, hoe wilt u dat gaan doen, een campagne draaien? Ik denk, kijk, binnen de horeca zijn er altijd best wel veel jongeren. Als ik in mijn eigen organisatie kijk, is er heel veel twijfel. Ik denk dat we die twijfel kunnen afnemen als wij onder andere ook vanuit onze zijde alvast beginnen in onze bedrijven. Dat we op een gegeven moment onze bezoekers ook aangeven van wat is de reden erachter waarom we moeten vaccineren. En dan gaat dat balletje langzaam maar zeker rollen. En dan komen we langzaam maar zeker wel waar we moeten zijn. En als we praten over de horeca, is het alleen in Paramaribo? Nee. Totaal. Dat is het. Vereniging Horeca Suriname is hoeveel opgericht. Hoeveel leden? Nou, op dit moment 71. Maar een grove schatting maakt dat de horeca zeker uit men bij 250 bedrijven. Dan praten we van eethuizen tot de roti shops, tot de Chinese restaurants, tot iedere bar. Veel groter. Het is uitdagend, want die sector is nooit op deze manier gebundeld. En wij zijn nu bezig om die totale bundeling te brengen. En waarom is het belangrijk? Nu is het momentum daar om iedereen aan boord te krijgen. Want iedereen zoekt ergens naar een bundeling. Oké, voor bundeling gesproken, hoe zit het met de entertainment sector en de hotelsector? Ook de hotelsector, dat valt eigenlijk onder Shata. Ja, dus ik bedoel maar Shata, we zijn absoluut gebundeld. We zijn gebundeld met Asra, de luchtvaartsector. We zijn gebundeld met ASFA. We zijn on speaking terms. Dus samen moeten we het werk doen. En we hebben ook afgesproken met de overheid dat we dat ding samen gaan doen. Dus we zijn gebundeld, ja. De entertainment sector heeft zich ook al deels bij ons aangesloten. Ja. Maar die hebben ook al onafhankelijk met de overheid gesproken. Mm-hmm. En ja, sinds 13 maart 2020 en tot nu toe lijkt een hele leidensweg. Het is iets langer dan een jaar, maar jullie staan er nog steeds. Nou ja, dat is de vraag. Het is niet helemaal zo dat we er nog steeds staan. Hoor. Het is niet zichtbaar in de media verschenen, maar wij zitten in een groep waarbij bedrijven niet hebben aangegeven dat ze er volledig mee stoppen. Okay. Maar dat zolang er geen verbetering optreedt of er een veranderende situatie is, houden ze de deuren gesloten. Ze hebben hun personeel gedacht moeten zetten, want uiteindelijk is het alom bekend. Huren gaan door. Niet elke huurbaas is bereid. Een huurbaas zegt ook van ja, sorry, maar het pand waarin u zit, heb ik ook op een lening gedaan. En die lening moet ik ook maandelijks afbetalen. Tot slot, conclusie van wat betreft dit stukje. Nee, het is, ik geloof u me, als het nog tot december zo doorgaat, zullen er een heleboel bedrijven afvallen. En, vergist u zich niet, er is al een heleboel personeel die op dit moment geen werk heeft. En ik heb het gisteren ook eerder gezegd, ook tegen de minister gezegd. Mensen gaan nog liever dood aan COVID dan dat ze geen eten en brood op de plank thuis kunnen brengen. Mm-hmm. Want de economische recessie en de hyperinflatie hebben we niet eens over gepraat. Maar dat is ook hetgeen, een fenomeen dat ons volgt. Dus het is een dubbele slag voor onze sector. Ja, laten we het erover hebben. Want nu hebben we die hyperinflatie. Nou, laten we het woordje hyper weglaten, want dat maakt ons allemaal bang. Maar die inflatie vanwege IMF en dergelijke. Dat wil zeggen concreet, jullie gaan je prijzen ook moeten aanpassen. En als mensen minder verdienen, hebben ze ook minder om te spenden. Ik denk dat iedere ondernemer daar zijn eigen formule voor heeft. We hebben ook daarover gepraat.
Ik kan u aangeven en verzekeren dat onze prijzen helemaal niet zijn gesteld op de huidige koers en op de zwarte marktkoers en op wat nu de koers op de straatkoers is, om het maar zo te zeggen. Je gaat de middenweg zoeken. Je probeert toch binnen het geheel een stukje volume te halen en je prijzen een stukje acceptabel te houden voor de gemeenschap. Voor de ene niet, voor de andere wel. Het is net afhankelijk wie je doelgroep is. Als u praat over de inflatie en die inflatoren en we hebben gekeken naar wat er komt en dan praten we over de nutsvoorzieningen, dan ik zou het bijna vandaag hier moeten projecteren. Ik heb helaas die stick niet bij me. Maar als u het zou zien, dan ziet u dat als de business op deze manier doorgaat bij de nieuwe gestelde opbrengsten of omzetten, dan praten we over om en bij in de rode cijfers bijna 70 tot 80%. Verder dan de huidige situatie waar we nu zijn. Want iedereen gaat verhogen. Je cost of goods gaat omhoog. Je gaat uiteindelijk je factor moeten aanhouden. Maar we weten, de markt gaat op dit moment... De markt is er niet. De mensen hebben het niet. Iedereen leeft het in. Dus van waar ga je de mensen, van waar ga je het halen? Wie gaat besteden? Heeft het dan nog zin om open te gaan? Nou, dus vandaar heeft het dan nog zin. Ik denk dat we... Het heeft altijd zin. Want niemand wil na 10 jaar of 5 jaar of 20 jaar... alle hard werken en alle energie ingestopt, ze deuren moeten sluiten. Het is daarom voor ons belangrijk dat we onder de huidige omstandigheden opengesteld worden, dat we iedere van gaan zitten op een gemiddelde omzet, van dat we onze omzetverlies terug kunnen brengen naar zeg maar pakweg 60%, en dat we iedere van weer kunnen starten om onze vaste kosten te voldoen. En dan zien we wel wat de inflatie verder voor ons betekent. Maar die twee factoren concluderen wel uiteindelijk in sluiting. Ja, want u praat over 60%. Is dat wel voldoende? Absoluut nog niet voldoende. Maar het is dus wel break-even? Nou, onze break-even ligt op 50%. Okay. 50% zou je minimaal kunnen voldoen aan je vaste lasten. Mm-hmm. Ja, en... Dan als de inflatie erbij komt kijken, zou je zeker moeten gaan naar 60-70% van je oude omzet. Okay. En u zegt, die gesprek gaat met de regering. De regering praat al een tijdje over COVID-compensatie aan bedrijven, aan personen. Zijn jullie ervoor in aanmerking gekomen? Nou, ik heb inderdaad met de minister van Financiën een paar weken geleden in een Zoom het aangegeven. En die heeft op een gegeven moment aangegeven, jullie moeten je laten registreren. En hij heeft het letterlijk zo gezegd, je gaat met de billen bloot moeten gaan. Ik denk dat inderdaad bij onze sector een heleboel bedrijven, en het is al lang bekend, dat binnen die horecasector niet alle bedrijven waarschijnlijk altijd hun belastingzaken op orde hebben. En zich van om die reden ook niet willen opgeven. Maar eerlijk gezegd, wat voor zin heeft het als we gaan praten over enige belastingcompenserende maatregelen waarbij je zelf assessment aangeeft dat je verliezen gaat draaien. Als je bijna geen omzetten hebt. Ja. Dus wij kijken naar concretere voorstellen. Want om door het hele proces te gaan, die mensen, de bedrijven zijn niet bereid. Lange, ingewikkelde formulieren met een heleboel vragen om uiteindelijk te gaan praten over een minimale of marginale compensatie. Wij stellen het volgende. Iedereen heeft tot 2000, zeker december 2019, zijn omzetten aangegeven. Je hebt de omzetten gezien van 2020. Je ziet waar het verlies ligt. Kom als overheid en zeg hoe je ons gaat compenseren. Ja. Dat verwachten we. Maar om door een hele molen te gaan en je te gaan aanmelden bij de Belastingdienst en als een nummer behandeld te worden, dan vinden we niet dat de prioriteit daar duidelijk is gesteld. Heeft de overheid concreet aangegeven wanneer ze denkt dat de horecasector weer open kan? We zijn er speaking terms. We hebben aangegeven gisteren nog met de minister afgesproken dat we deze week een vervallig gesprek gaan hebben. We begrijpen dat de volksgezondheid daar is. We begrijpen de noden. Ik heb het gisteren ook gezegd. Ik heb me ook opgegeven om vrijwilligerswerk te doen. We begrijpen de noden. Ik ken de artsen. Ik begrijp de druk op de zorg. Maar er moet een gezonde balans komen tussen die economie en volksgezondheid. En we moeten
enigszins gaan naar een normalisatie. Dus hij wacht eigenlijk de resultaten nog af van aankomend weekend, de lockdown, en dan wil hij daar verder naar gaan kijken. We hebben al gezegd van, minister, houdt u er rekening mee. Er gaat een vierde golf komen. Er gaan besluiten en beslissingen die genomen moeten worden. Ze praten nu al over enig zwart scenario, maar nogmaals, er gaat een balans moeten zijn. Waar gaat die balans komen? We moeten aanscherpen. We moeten de protocollen verbeteren. En zeggen bijvoorbeeld, we mochten nu 50% van ons tras op basis van de afstand. Breng het maar naar 30%. Zeg dat bezoekers zich kortere tijd mogen begeven op je plek. Laten ze zich registreren. Laten we die data kunnen aanleveren en beter kunnen analyseren. En daadwerkelijk nagaan wat het heeft betekend. En of we voor enige verspreiding hebben gezorgd of toename in de COVID-cijfers. Zo niet, gooi die sector open. Zorg dat we onze bijdrage kunnen leveren aan de economie. En dat deze bedrijven na jaren van bestaan hun deuren niet hoeven te sluiten. En is er gesproken misschien over een pilot? Van net wat u aangaf, van laten we dit even een pilot draaien en kijken als werkelijk besmettingen plaatsvinden op de terrassen. Weet u wat het is? Dat is ons grootste probleem. We hebben steeds aangegeven van contact tracing is een taak en een zaak van de overheid. We hebben ook aangegeven dat we bezig zijn om een app te ontwikkelen. Die app is al in ontwikkeling, waarbij we een betere registratie hebben van onze gasten. En we kunnen aangeven wie welke gast is geweest, zodat je die contact tracing beter kan doen. Tot nog toe is er niet aangetoond, ik heb het al eerder vandaag aangegeven, is het niet aantoonbaar dat wij hebben gezorgd voor besmettingen binnen onze sector. Dus er hoeft geen pilot gedraaid te worden. We moeten de protocollen mogelijk aanscherpen en we moeten opengesteld worden. Niet wanneer er sprake is van total lockdown. Total lockdown is total lockdown, klaar. Als het het hele land betreft, begrijpelijk. Maar niet wanneer ze bepaalde sectoren openstellen en onze sector nog steeds gesloten houden. Hebben ze concreet aangegeven, want ik denk dat u dat ook gevraagd heeft, van waarom houdt u ons nog dicht? Ja. En wat was het antwoord? En natuurlijk heeft u... Het is steeds de motivatie van waar de volksgezondheid staat, wat de toestand is in het land en de reden waarom ze de sector eigenlijk gesloten houden. Eigenlijk is gisteren een beetje min of meer aangegeven dat ze daarom ook hebben gezegd van nou, op basis van het gelijkheidsbeginsel, dat ze de andere sectoren dan maar ook moeten sluiten. Winkelzaken en detailzaken. Omdat ze niet kunnen aantonen dat wij daar bijdragen aan enige verspreiding. Maar dat betekent dat de economie nog meer in de krimp gaat. Precies, dus daarom. Het moet anders. Ik kan u zeggen vandaag, het moet anders. En wat is anders? Want de regering zegt dit, ze hebben het zoals ik eerder aangaf van... Als we gaan vaccineren, dat meer mensen gaan vaccineren... De president heeft het eerder aangegeven, ze hebben vaccins uit Nederland gehad... Ze moeten al zijn aangekomen als het goed is, maar... Nou, dat is volgens mij nog niet zo hard. We hebben het gisteren ook aan de minister gevraagd. Komen die vaccins, waar er ook gegeven moment over is gepraat, 700.000. Hij heeft gezegd van, nou, dat is nog niet hard. Daar wachten ze nog even op een officiële bevestiging vanuit Nederland. Maar, absoluut, vaccineren is uiteindelijk de enige troef. Maar in de meantime, terwijl de overheid bezig is om op bilateraal niveau en via hun eigen kanalen te zorgen dat de vaccins aankomen, moet de economie deels opengesteld worden. Want uiteindelijk komt het erop neer, die handhaving is er niet. Ik bedoel, je sluit ons, je sluit de terrassen, maar je houdt de resorts open. Je sluit de resorts en de terrassen en de winkel en de thuiszaken, maar de straten zijn vol. We zouden vandaag kunnen gaan naar de waterkant. En dan zie je de mensen die allemaal hun waar aanbieden en de bewegingsvrijheid die er is. Dus in het begin werd steeds gezegd, ja, maar de sector houden we gesloten, want mensen nuttigen alcohol. Ze hebben geen mond- en neusbedekking op en die bewegingsvrijheid. Maar dat gebeurt alom overal in de dus wat Suriname. Dus wat u met zoveel woorden zegt, is dat als eigenlijk die toezicht van met name de politie er was... Controlehandhaving.
controlehandhaving. Controlehandhaving, dat is een probleem. Als dat beter zou gaan, zouden we een stuk verder op weg zijn. En dan zouden de sectoren makkelijker opengesteld worden. En als het bij wijze van spreken zo was dat er goed gehandhaafd werd en de straten en de bewegingsvrijheid daar beperkt was en onze sector opengesteld zou worden en er enige toename zou zijn, dan hadden we gezegd, minister, u heeft gelijk, onze sector moet gesloten blijven. Maar even ter verduidelijking, we zijn gesloten geweest in de maanden december tot en met midden februari. Er is een toename en een afname van het aantal COVID-gevallen geweest. De sector was gesloten. We zijn opengesteld tot begin april. Er is een toename geweest. De toename is gebleven. We zijn ondertussen 6 weken zijn onze terrassen gesloten en 7 weekenden. De toename blijft. Dus het is aantoonbaar dat onze sector niet zorgt voor die explosie en die explosieve groei van het aantal COVID-gevallen. Maar is er nog behoefte voor mensen om op terrassen te gaan zitten? Absoluut. Absoluut. Het is onvoorstelbaar. En dat is het jammer. Want eigenlijk na elke keer dat we waren opengesteld, duurt het 1 à 2 weken voordat de bezoeker weer gewend is om zich te begeven op terrassen. Nee. En dan komen er weer nieuwe maatregelen en dan moet je na in week 3 weer gesloten worden, ja, omdat er een toename is. De behoefte is daar. Mensen frustreren, mensen willen eruit. Dus ja, we zien het. Ja, er is veel donker, maar ziet u het nog liggen in de tunnel? Ja. Als ik het zo mag zeggen, er is zeker licht in de tunnel. Als we gewoon binnen de 70-plus bedrijven die nu binnen de vereniging als lid zijn, als we kijken naar onze leden, dan zie je dat er absoluut lucht dat ze vinden dat er nog licht in de tunnel is. Maar nogmaals, als het zo doorgaat en we moeten gaan kijken tot het einde van het jaar, dan denk ik niet, dan komen de donkere dagen. En dan gaan er alleen maar donkere wolken boven onze organisatie hangen. Is er een schatting gemaakt hoeveel verliezen jullie al leden sinds af- en aansluiting? Tussen de 70% en 90%. In geld uitgedrukt? Hard to say. De sector wil niet, dat is wel jammer en daarom geef ik het ook aan. Maar ik ga je een schatting zeggen van bedrijven die wel, op 15-tal bedrijven. Je praat over miljoenen. Miljoenen. Je praat over miljoenen. En dan moet je het gewoon zien dat gemiddeld binnen onze branche 20% van je opbrengsten loonkosten zijn. Ja. En je loonkosten zijn altijd gebaseerd op je omzetten. Dus als je nu praat over 20%, dan begrijp je ook hoe hard het personeel is getroffen. Ja. Ook je vaste medewerkers. Dat is dan erg jammer, maar laten we ons focussen dat het toch wel goed komt. En we dat hopen mensen altijd, snappen we hopen dat altijd. Ze zich moeten gaan vaccineren, zodat we terug kunnen gaan naar normalisatie. Sowieso 2 dingen die ik ook hier een oproep wil doen. Laat u vaccineren. Doe het, want het is ook voor u van belang. Iedereen wil weer wat vrijer kunnen bewegen en zorgen dat de economie weer gaat draaien. En ten tweede, structureel overleg tussen, zoals vaker genoemd, tussen de private sector en de publieke sector. Maar ook daadwerkelijk dat er samen besluiten worden genomen. Okay. Volksgezondheid is belangrijk, maar er moet een gezonde balans zijn tussen volksgezondheid en de economie. Ja, want in die end moet je ook overleven. Zo is dat. Dank u wel, heer Roemer. En hij is de ondervoorzitter van de vereniging Horeca Suriname. En natuurlijk, we hebben gepraat over hoe de horeca sector overleeft in deze zware tijden van de COVID-19-pandemie. Maar we kunnen dit overbruggen, simpel door ons te laten vaccineren. Ik ben gevaccineerd, meneer Roemer is gevaccineerd, dus we hopen dat u ook die stap neemt, zodat we terug kunnen gaan naar normaal. Dat was het dan voor deze nieuwe aflevering van Onder de Loep. Voor een nieuwe aflevering de volgende week. Maandag, hebt u het gemist, kunt u altijd kijken op ATV Suriname, op onze Facebookpagina. Een hele fijne avond verder. Goedenavond.